Arie, die kan dat niet zo goed, die is niet zo fijn daarin. Ja, die zal ook straks zien dat het toch een beetje zuurpruim is. Hij is op zoek naar een nieuwe hobby, een fijne hobby, maar die vindt hij niet. Maar ik heb er iets op gewonnen, ik heb hier iets mee, een fijne hobby voor Arie. Ik ga dat niet verklappen totdat Arie daar is. Weet je wat er op wagen heet? Ja. Arie aan parkeren. Ach, daar is hij. Wat zeggen we? Dag Arie. Ja, hallo. Hallo. Ja, eigenlijk ben ik blij om hier terug te zijn, maar... Ik heb me de hele dag verveeld. Ik zoek een fijne hobby. Een hobby zo fijn dat je er de hele dag mee bezig kunt zijn. Ja, nou rijd ik nog ook. Rijden is niet fijn. Nee, een fijne hobby. Ik heb een idee, Arie. Ik heb voor jou een fijne hobby mee. Achterste voren.
direct mee, want voor mij is dat peanut, dat is dus niks, hè? Ja. Oh, is het al zo laat, Arie. Ik moet dringend naar de naailessen. Ja, dat is... Is al gedaan? Dat is nog niets voor jou misschien, of misschien weer level 8. En vandaag zitten we zeker al op level 7, hoor, ja. Arie. Ja, je doet het zeer goed. Ja, zeer leuke hobby. Zeer fijn. Misschien moeten we de volgende keer toch iets anders doen, Arie. Misschien iets erop. Misschien iets erop. De knutselen, de beelden. Ja, lijkt me ook leuk. Knutselen. Ja. Ja. Oh, fijne hobby. Ja. Ja, moet ik je nog vertellen waarom zij ervan doorgaat. Dat is zo met vrouwen. Ja, ik kan het nu eenmaal zeer goed. Ik kon het onmiddellijk en ik kan het bijna beter dan Beth. En dan vertrekken ze natuurlijk, daar kunnen ze niet goed tegen. Ja, voilà. En ik zou zeggen, ik ga nu verder gaan rijden. Aanrecht en rechts. En de volgende keer kom ik dan terug. Want ik hoor dat er al een andere hobby is. Doei!